Yes, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Crypto Ochtendshow op de Next Level podcast. Mijn naam is Thomas Werkman en we hebben weer mooi nieuws vandaag. Ja, het is weer mooi. Er is genoeg gebeurd, er is genoeg om te vertellen. En um, natuurlijk nog steeds de spanningen rondom de Ethereum ETF, er is genoeg te zeggen En ja, voor we gaan beginnen, volg me even op Instagram, Aapstaatje Thomas Werkman En je kunt onze gratis Discord joinen, swingcapital.nl slash discord voor meer nieuwsupdates, gratis gems um, Allemaal toffe dingen rondom de markt in crypto die jou helpen om beter te beleggen ja, Waar gaan we het vandaag over hebben? Uh, er zijn een aantal andere dingen gebeurd. Namelijk, gisteren hebben we het gehad over de Gala Games hack die er is gebeurd. Um, de hacker heeft het geld teruggestuurd. Dat is best wel interessant. Um, ook Uniswap, die heeft gereageerd. Uniswap, zei ik dat nog echt? Uniswap. Die heeft gereageerd op, um, um, op de Wells Notice van de SEC. Dat ze eigenlijk zeggen: van ja, de SEC um, heeft een hele zwakke case opgezet. En wij um, zijn ready. To Rumble. We gaan het gevecht aan. We willen DeFi verdedigen. Even heel simpel. Morgen is de deadline voor de Ethereum-ETF. Dus dat is ook goed om even in de gaten te houden. Ja, en wat ook interessant is: we hebben natuurlijk de president-kandidaat RFK Jr., Robert F. Kennedy Jr., die is best wel broeders op crypto eigenlijk. Maar goed, meer daarvan zometeen. Um, ja, cool. We gaan er gelijk in duiken. We hebben de Scala Games. En. Gisteren heb ik aangegeven dat er een hacker is geweest die een exploit heeft gedaan op Gale Games. Hij heeft namelijk um, 5 miljard tokens gemind. Want hij had toegang tot een admin address. Toen vervolgens heeft hij 600 miljoen tokens kunnen verkopen. En de prijs is daarmee 20% gedaald. Wat toen is gebeurd is dat de ja, openstaande 4,5 of 4,4 miljard tokens op zijn account. Uh, die zijn toen bevroren, dus daar kon hij ook niet meer bij. Nou, gisteren heeft Games het nieuws naar buiten gebracht dat ze hem hebben kunnen identificeren, dat ze adres hebben, et cetera. En toen ineens werd het geld teruggestuurd. Dus, um, ja, dit is natuurlijk even de vraag, wat, uh, wat de reden van deze persoon is geweest om dit te doen. Maar het is wel interessant. Um, je kunt het gewoon terugvinden op de blockchain. Je kunt het allemaal verifiëren. Ja, verder um, is er ook een ander interessant artikel overgekomen. Um, en ik, ik wil je gewoon even mijn mening over geven. Nu weet ik, het is een podcast. Je mag niet persoonlijke mening geven als het om nieuws gaat. Blablabla, het is mijn podcast, mijn rules, mijn ding. Um, wat er is, er is een artikel naar buiten gekomen. En dat is heel erg de vraag: hé, hey, um, hoeveel geven mensen nou echt om decentralisatie? Want Bitcoin is natuurlijk uitgekomen als geld voor de mensen, um, gedecentraliseerd, dus los van de centrale partij. En wat vinden we daar eigenlijk van? En um, ja, je ziet daarin ook dat mensen eigenlijk het meest gewoon geven om geld. <laughs> dus waar, welke meme coin of welke het maakt me niet uit hoe stom het project is. Als ik er geld aan kan verdienen, dan doe ik het. Dat is een beetje de mindset van de meeste mensen. Ja, en weet je I don't blame you. Crypto heeft heel veel kansen. En als je hier komt om geld te maken, ja, dan is dat inderdaad waar je naar kijkt. En sommige mensen leggen dan inderdaad ook hun ethiek opzij. Uh, wat je ziet, is dat mensen daar dus inderdaad min om geven. Wat ik denk, wat je wel gaat zien, straks ga je de CBDC krijgen. Je elektronische ID, uh, de, ja, de centrale machten gaan steeds groter worden. Onze vrijheid gaat kleiner worden. De controle gaat meer worden. Mensen gaan dan echt wel verlangen naar decentralisatie hoor. Um, Boeren zijn eigenlijk sinds het stikstofprobleem best wel veel bitcoin naar elkaar aan het overmaken. Dus ze zijn massaal met bitcoin aan het betalen. Omdat ze gewoon zeggen van ja, ik ga gewoon niet meer functioneren. Met de overheid die tussen. Ik wil ze zo min mogelijk uh, in mijn zicht hebben. Nou, dat hebben ze dus ook gedaan met hun. Uh, ja, met hun Bitcoin en hun betalingen. Ja, en je gaat straks zien dat als die druk alleen maar groter wordt. Uh, dat we toch in een soort van revolutie komen. En ik denk dat crypto dan echt een hele grote use case gaat krijgen. Als de gedecentraliseerd geld, gedecentraliseerde crypto. Uh, dus ja, maar dat is mijn perso persoonlijke mening. Um, ik ben soms een, uh, een wappietje. ik denk verder ik wil uh, ik heb een, best wel een eigen mening daarover als het niet jouw mening is helemaal prima uh, maar dat is hoe ik erin sta en vorm vooral je eigen meningen doe vooral je eigen onderzoek en maar doe vooral je onderzoek zeg maar ga niet een mening Ehm zonder zelf onderzoek of kennis van zaken te hebben. Zorg wel dat je weet waar je het over hebt. En vorm dan een goede mening. Anders kun je geen mening vormen. Daarnaast heeft Trump ook aangegeven dat hij cryptocurrency gaat accepteren uh, voor alle ja, donaties rondom de verkiezingen. En hij heeft dus ook duidelijk rondom zijn verkiezingspagina staat zo dat je Bitcoin, Ethereum, allemaal andere munten kunt betalen. Dus dat is best wel uh, bullish voor crypto, om het zo te zeggen. Um, en het is wel interessant om te zien waar dat heen gaat. Maar ja, heel veel mensen gaan natuurlijk heel veel mensen gaan natuurlijk doneren met crypto, omdat ze ook weten dat hij ja, pro Bitcoin is, anti-CBDC, dat soort zaken. Dus ja, crypto, uh, crypto guys, love that guy. Um, Uniswap heeft dus een welsnotus gekregen een tijd geleden van de SEC. En daar stond dus in dat ze werden aangeklaagd... dat de SEC een zaak tegen zou aanspannen. Um, Uniswap heeft eigenlijk gereageerd met ja, prima, <laughs> helemaal goed. We gaan er flink tegen aan. Um, en ze hebben dus ook zelf de, dezelfde advocaten erop staan... die ook bij XRP zijn geweest en andere zaken. En die zeggen ook allemaal van ja, het is echt een hele zwakke case. Um, de SEC die klaagt Uniswap aan en zegt van ja alle assets die op jullie platform staan zijn, zijn in security. <laughs> De grap is ik kan nu een munt maken, ik kan het op Uniswap zetten. Dus ja, dan het is dus daar miljoenen, mil, miljarden munten op Uniswap. Dus het is echt een hele tomme reden. En maar goed, hè, we zijn het wel gewend van de SSC Dat ze ja, meerdere domme dingen doen. Ze proberen gewoon zoveel mogelijk mensen aan te klagen om gewoon de space klein te houden. Maar ja, des te vaker ze het doen, des te meer bullish ik word om eerlijk te zijn. Want we zijn al die zaken aan het winnen. <laughs> maar ja, zij ze, 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 ze zeggen dus van hey, we zijn ready to fight. We zijn voor DeFi. We supporten de DeFi. Dus uh, kom maar op. Morgen is ook de deadline voor de Ethereum ETF. En wat hierin even belangrijk is om te weten... Kijk, heel veel mensen zijn nu natuurlijk weer bullish van... Ah, oh, Ethereum gaat goed gekeurd worden. We gaan naar de maan. Mijn bags gaan naar de moon. Dit en dat. Alleen, weet ook... Um, er zijn drie... Drie kansen eigenlijk morgen. Ten eerste, het kan dus goedgekeurd worden. Ten tweede, het kan afgekeurd worden. Weet dat dat altijd nog kan. Uh, want ja, ze spelen wel vaker. Vieze spelletjes met valse verwachtingen, beleggers en andere dingen. het ten derde, wat ook kan, is dat het gewoon uitgesteld wordt. Hè? Dat ze zeggen, ja, we hebben toch nog meer tijd nodig. Wat doet dat met de markt? Dan kan de markt ook naar beneden gaan. Dus wees je voorbereid op alle drie scenario's, dat het gewoon alle kanten op kan gaan. En dat ja, wat er ook gebeurt, dat je oké okay bent met je positie en niet dat je. Overleveraged bent of allemaal longs hebt staan of andere shit. Kijk, als het goed gaat, is dat leuk. En als je op je mond gaat, ja, ik hoop dat je goed risk management, risk management hebt. Nou, presidentkandidaat um, RFK Jr. Robert F. Kennedy Jr., die heeft juist aangegeven dat hij voor meer dan 24.000 dollar in GameStop heeft gestopt. Om de, eigenlijk de rebelse mindset te supporten. Hij is het eens dat, er niet eerlijk, uh, dat het er niet eerlijk aan toe gaat op Wall Street. Dus hij zegt ook: van, ja, ik support dit, ik vind dit mooi en ik ben ook uh, tegen hoe Wall Street functioneert. Um, ook heeft Robert F. Kennedy Jr. in het verleden erg vaak zijn interesse uh, en kennis voor crypto laten zien. Hij heeft dus ook aangegeven dat hij je de US dollar en de treasury bills gebacked wil hebben. Door Bitcoin, dus dat hij Bitcoin als uh, onderpand wil zetten. Hij wil ook het, uh, het budget van de United States wil hij op de blockchain plaatsen als hij verkozen wordt. En, en daarbij stond dus ook het artikel wat ik heb gedeeld in de community. Een afbeelding van Robert F. Kennedy Jr. op de Bitcoin Conference 2023 waar hij aan het spreken was. Dus hij heeft wel een uh, bepaalde houding tegenover crypto. En ik moet zeggen dat dat is fijn, dat is verfrissend om te zien. Dit was het voor vandaag. Um, thanks voor het luisteren. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt. Maak er wat moois van. Je kunt me volgen op Instagram, abssatje thomas werkman. Je kunt ons ook gratis Discord joinen, swingcapital.nl Discord. En dan wens ik je nog een verder een hele fijne dag. All right, ciao ciao.